Kijk, nee, het is sowieso... Uh, nou ja, als ik een tweetje plaats hierover... lusten de honden er geen brood van... Uh, wat daaronder geplaatst wordt. En ook wel dat je onmiddellijk dus weer ziet... wat er gebeurt als je je uitspreekt hierover. Uh, nou, Je ziet ook wel uh, vormen... dus in je, in je mailbox... van, uh, van uh, zwaar chagrijn en heftiger. Uh, en onlangs... Uh, ja, afgelopen vrijdag... Uh, heb ik ook nog weer even de stickers van ons eigen partijbureau staan halen. Dus dat, dat komt voor, ja. Hoe bedoelt u? Heb ik de stickers van het partijbureau staan halen? Dat, 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 dat mensen daar... Dingen opplakken of dingen opschrijven die uh, uh, eigenlijk niet oké okay zijn. Wat hadden ze opgeplakt en opgeschreven? Uh, woorden als uh, dat wij van de, van de genocide zijn of dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk pertinente onzin. Um, en het slaat ook nergens op dat je dat op uh, panden op, op schrijft. Ook niet die van de ChristenUnie, maar ook niet uh, op, een, uh, op een tunnel of waar ook. Dus het partijkantoor van de ChristenUnie was beklapt, beklapt vanwege ja. uw uh, gevecht uh, tegen Nou, Ik weet niet of het vanwege mij is. Maar in ieder geval zijn er uw wel gevecht? mensen. Ja, nou ja. ja nou, er zijn wel mensen die daar dingen opschrijven. Uh, wat, wat gewoon niet oké okay is. En wat, waarvan ik ook echt. Ik ben blij dat de politie daar ook opvolging aan geeft. Uh, maar waar het om moet gaan, telkens opnieuw, vind ik, is dat mag geen reden zijn dat ik mijn stem niet laat horen. En dat zal ik ook blijven doen. Want zolang de Joodse gemeenschap op deze manier... eigenlijk, ja. wat ik nu een keertje meemaak op het partijbureau... maar zolang de Joodse gemeenschap dat dag in dag uit meemaakt... Ja. vind ik dat we met elkaar hebben op te staan... Joh, je mag van alles vinden van, het, van wat er aan de hand is in Gaza. En dat gaat ons denk ik allemaal aan het hart. Ja. Maar verwar dat niet met mensen die hier in Nederland wonen... Joodse Nederlanders die een ja. band hebben met Israël... en ga hen daar niet op aanspreken om te keuren of zij wel of niet oké okay zijn. Ja. Zij horen er helemaal bij. Hebt u aangifte gedaan? Dat is aan het partijbureau en dat zullen ze zeker doen. Ja. Dus de ChristenUnie gaat aangifte doen wegens bekladding van het partijkantoor? Uh, dat, dat neem ik aan. Dat is dus, hebben dat, ik zit hier in het Tweede Kamergebouw. Ja, ja maar u uh, maar u bent ik weet dat er, van die club. Ja, 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 zeker. Maar we hebben wel keurig de verantwoordelijkheden uh, verdeeld. En ik weet dat er contact is met de politie, en ook daar de vraag ligt uh, hoe hier verder mee om te gaan.